multiculturele samenleving van weleer leefden we vredig langs elkaar heen. Maar dat gaat niet meer. Om het sociale weefsel gezond te houden, zullen we de dialoog aan moeten gaan. Maar waarover precies en met wie? Tegenlicht over het heilige vuur, de waarheid en de weg. Deze week op zoek naar de zuivere islam in Nederland. Een groeiende groep jonge moslims in Nederland wil leven volgens de ware islam. Ze worden daarom fundamentalisten genoemd. Iedereen heeft er wel een mening over. Maar wie zijn ze eigenlijk? Hoe beleiden ze hun geloof en wat betekent dat voor hun dagelijks leven? Tegenlicht vroeg het voor de verandering aan de fundamentalisten zelf. Islam is een manier van leven. Ja, het is niet iets wat je zeg maar doet even 5 minuten per dag en dan ben je er klaar mee. Ja. De islam is eigenlijk wat je de hele dag continu bezighoudt. Ja. Dus ook in de zin van als je bijvoorbeeld muziek aan het luisteren bent, dan weet je eigenlijk dat je iets aan het doen bent wat niet mag. En dat is met heel veel dingen zo. Op een gegeven moment laat je muziek staan. Je gaat op een gegeven moment helemaal veranderen inderdaad. Je gaat op een gegeven moment continu bezig zijn met de relatie tussen jou en je Heer. En op een gegeven moment ga je daarvoor bepaalde dingen opofferen, zoals muziek die je niet meer gaat luisteren. Een baard die je gaat laten staan, waardoor je dus niet meer voldoet aan het ideaalbeeld. Normaal gesproken, voordat ik een baard liet groeien, maar ik was wel met de islam bezig, toen namen ze je niet serieus. En nu nemen ze gewoon veel serieuzer. Want ze zien ook dat jij dingen serieus neemt. Want je offert natuurlijk iets op. Dus ze denken van, oké, als hij zo ver kan gaan voor die baard, kan hij inderdaad ook heel ver gaan in zijn gedachten met al die andere dingen. Dus hij is ook, zeg maar, zo iemand die, hè, net zoals Osama Bin Laden, weet je wel. In die categorie kom je dan te vervallen vanwege dat feit dat je een baard draagt. En als je echt gaat kijken wat de islam is, echt terugkeert naar de bronnen. En als je ziet hoe logisch het is. Ja. Als je ziet hoe inspirerend het is. Ja, want het heeft alles. Het heeft iets op sociaal niveau, het heeft iets op juridisch niveau, het heeft iets op spiritueel niveau. Islam is op alle fronten vertegenwoordigd. En dat is juist wat het zo perfect en zo puur maakt. Maar daar willen we het niet over hebben. We willen het hebben over handen schudden. Ja. En kijk hoe ze naar vrouwen kijken. Wat je net zegt, zeg maar, er zit een kern van waarheid in. Mensen zien zeg maar, dat ergens in een gat een kind, zeg maar, een meisje van 17 jaar, wordt gewoon zomaar moslim in een dorp waar geen ene moslim ooit geweest is. En die loopt erbij met een hoofddoek. Dat mensen worden daar bang van. Dat je alles wilt doen om Allah te plezieren, om hem te aanbidden. Dat gaat door alles heen. Dat gaat door school heen. Dat gaat door je toekomst heen. Dat gaat bij alles wat je doet. Wat hij heeft gezegd in zijn boek. Het heeft mij gebracht waar draait het nou om? Waar draait het leven nou om? Daar heb ik het antwoord op. Ik heb de sleutel tot het paradijs. En dat is dus alles voor mij. Meer hoef ik niet. Paradijs is genoeg. Ik ging in één keer heel snel, zeg maar. En ik wou alles in één keer doen. En dan kwam ik ook wel eens bij mijn moeder en dan vergat ik soms dat zij, ze is geen moslim, dus ik kan veel dingen niet van haar verwachten. En dat was wel eens dan met muziek en zo, dat ik even, maar uiteindelijk dacht ik bij mezelf, ja, dit is haar huis en het is mijn moeder en zij is zo. Ik heb best wel een heftig verleden gehad. Wat mij een heel fijn gevoel geeft, is dat ik nu zeg maar een doel in mijn leven heb. Zo zie ik het. Voorheen leefde ik gewoon en ik wist niet wat eigenlijk mijn doel was hier zo op deze wereld. Mijn vader was eigenlijk niet gelovig ook. Van huis uit was hij wel katholiek, zeg maar daar deed hij nooit wat mee. Ik zelf, vanaf jongs af aan eigenlijk, geloofde ik wel in een God, zeg maar. Ik was er heel veel mee bezig. En het is meer een gevoel die ik had. Ik kan niet echt zeggen van het is echt dit of dit of dit geweest. Maar het is het gehele plaatje, zeg maar.
Oh, dat is mijn telefoon. Mag ik hem even oppakken? Ik zeg wel dat ik zo terug ben. Ja, 3 jaar geleden terug, ergens in oktober. Toen had ze me opgebeld van... ik moet je wat vertellen, hè? Zij zat door de telefoon van, ik ga een hoofddoekje dragen. Ik zei, oké. Kwam ze aanlopen en tik op het raam. Ja, ik draai mij erom en ik zie haar ineens zo achter me staan. Ik dacht, wat is dat nou? Ja, dan moest ik wel schrikken natuurlijk. Best wel vreemd natuurlijk. Ja, en natuurlijk die mensen die dan aankijken. En ja, als zij er eigenlijk goed bij voelt, ja, waarom niet? Kan ik er wel zeggen van, waar ben je nou mee bezig? En moet je niet doen, dit en dat. Dus, ja, daar schiet je er ook niet mee op. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته de harten van de moslims bereiden zich al voor op het afscheid van de Ramadan en de aanbidding daarin, terwijl de harten van de zondaars alweer uitkijken naar het einde van de Ramadan, zodat ze terug kunnen keren naar hun coffeeshops en rapconcerten en rijparties, etc. En hij die tot zijn gewoonte heeft gemaakt om zondes te begaan, hij ziet zijn zonde als een vlieg die op zijn neus landt, waarop hij zo doet en het vliegt weg. Astaghfirullah, galas. Ik heb een maand gevast, yallah. Ik kan er weer tegenaan. Salam alaikum. Salam, ik ben prima. Aangenaam. Saliha, ik denk dat jij moet even helpen met de spullen naar de woonkamer brengen. Ja, zelfs laten we terug te reizen. En dan morgen weer op zoek. Ik heb je een tijd niet meer gezien, joh. Ja, maar je dat nou. Ja. Allahu Akbar. Verder netjes. Zo. Ja, ik wil het gelijk wel. Nee, niet. Het grootste verschil die ik zie tussen de oudere generatie en de jongere generatie is de mate van kennis opdoen. Wat ik merk is dat bij de oudere generatie heel veel is voortgekomen uit cultuur. Heel veel mensen zijn dingen gewoon gaan doen uit cultuur omdat ze dat mee hebben gekregen bij hun opvoeding. Oké, je moet bidden en vraag me niet waarom, maar doe het gewoon. Terwijl de wat jongere generatie, die is zeg maar wat meer erin gaan verdiepen, maar vanuit hunzelf. Ze wisten al, oké, we moeten bidden, maar ze hebben nooit geleerd waarom. Ja. En de meeste jongeren dan, die zeg maar kennis op zijn gaan doen, die zijn op een gegeven moment ook echt elke regel gaan proberen te praktiseren. Het zat er altijd al wel in eigenlijk. Maar het keerpunt is natuurlijk wel, althans natuurlijk, is voor mij als voor heel veel broeders en zusters, denk ik wel, 2001 geweest. Beruchte 9-11. De dagen daarna kreeg ik te maken met heel veel opmerkingen over de islam. Van je collega's, vrienden, van hey, hoe zit het nou met jullie geloof? Dit is jullie geloof? Is dit toegestaan, onschuldige mensen vermoorden, noem maar op? Ik stond met mijn mond vol tanden. Wat moet je nou zeggen? Ik bedoel, het beeld was toen, dit is islam. De mensen die dit hebben veroorzaakt zijn moslims. En aangezien jij ook claimt een moslim te zijn, ben je dus, ja, of hetzelfde of je wordt nog zoals deze mensen. Ja, dat was voor mij wel een trigger om te zeggen, om tegen mezelf te zeggen van, ja, eigenlijk zou je moeten verdiepen in je eigen religie. Mijn broertje inderdaad ook gewoon, de jongste zeg maar, van de 3 jongens, die ging een baard laten staan. Nou, oké, prima, hè. Dat kon ik nog herleiden, want er stond ergens een uitspraak van de profeet. Dus ik denk, nou oké, klaar. Ik kan daar niet tegenin. En daarna ging die mijn schoonmoeder is Nederlands.
een hele lieve vrouw. En hij had een hele goede band met haar, maar hij wilde haar geen hand meer geven. Nou, dat was bij mij... Toen dacht ik, wat is dit? Dit kan toch niet waar zijn? Maar dat heeft mij echt gewoon echt inderdaad in dat kennis opdoen gedreven. Het begon, wat net al werd gezegd, bij 11 september. Toen begon ik na te denken, niet zozeer over het geloof, maar meer over politiek, want het was natuurlijk een politieke aangelegenheid. Iedereen denkt nu van, oké, wat zijn deze moslims, wat zijn ze van plan? En ik wist niet wat een moslim was, al was ik een moslim. Dus ik ging er naar op zoek. En het grappige is dat datgene wat mij echt over de scheef heeft laten gaan, was een lezing van broeder Abdul-Jabbar. Die ik aan het luisteren was, terwijl ik op de trein aan het wachten was. Tijdens die lezing ging het dus op een gegeven moment over vergeving. Dat Allah jou alles vergeeft, zolang je oprecht naar hem terugkeert. En het was niet de eerste keer dat ik dat had gehoord, maar zo voelde het wel. En er ging iets door me heen wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ik heb onderweg naar huis die lezing de hele tijd opnieuw geluisterd. En tot op de dag van vandaag heb ik geen enkel gebed bewust overgeslagen. Mensen kennen mij nu van Knevel. Van die, en zelfs dat niet, maar de 10 seconden die ze eruit hebben geknipt in alle journaals daarna. Dat hij vroeg, zou je treuren als de heer Wilders kwam te overlijden? Ik heb daar gewoon gezegd nee, en dat zeg ik nu nog steeds. Ik zou niet treuren, ik zou geen busreis organiseren naar zijn graf voor treurige moslimjongeren. Ik bedoel, dat is gewoon een normaal antwoord. Maar goed, dat werd toen echt uitgelicht en nog voordat ik thuis was. Ik liep naar huis toe en ik zag dat mensen voetbal aan het kijken waren. Ik dacht, gelukkig, niemand gaat het zien. Ja, vervolgens staat het op teletext en komt het op het NOS en de volgende ochtend. Ja, was het gewoon... Ik bedoel, mijn geloof is nog nooit zo sterk geweest als op dat moment. Toen heel Nederland mij wou lynchen. Gewoon letterlijk, ik heb 200 e-mails gehad van... ik snij je vrouw open en dat soort onzin. Maar daarna ook, toen ik weer lezingen gaf, zijn nog nooit zo goed bezocht als... hé, dat is die jongen van... Mijn vriendinnen hebben er wel goed op gereageerd. Een van hun is lesbisch. En die was heel erg bang dat ik opeens haar niet meer zou willen of opeens haar niet meer zou mogen. Dus dat kan ik ook wel begrijpen. En die andere die wist vrij weinig af van de islam, dus die had ook zoiets van, wat doe je jezelf aan? Voor de rest, mijn vriendinnen, ik vind het allemaal goed. Als nu iemand tegen mij zou zeggen, ga zonder hoofddoek de straat op, dan voel ik me naakt. Echt ja. Gewoon naakt. Alsof je gewoon in je blootje uitstaat. Het is een deel van je identiteit, hè? Ja, het hoort erbij. Ja, je kan niet meer zonder. Ik zou inderdaad niet meer kunnen denken dat ik zonder hoofddoek zonder hoofddoek verder zou leven. Het voelt heel veilig. Ja. Ik vind het heerlijk, want bij mij werd ook heel snel gezegd van toen ik een hoofddoek... ik kan je zeker niet uitvragen, hè? Oh. Ik zeg, ja, liever niet, inderdaad. Of als een verjaardag, en mag ik jou dan zoenen? Of veel zo. Ik zeg, nee, dat klopt, liever niet. Het is voor mij heel prettig, omdat ik daarmee heel duidelijk maak van... Ja. Er zijn bepaalde omgangsvormen tussen man en vrouw. Dat vind ik zelf prettig, want het beschermt mij. Op het moment dat iemand een rechte lijn gaat trekken van onderdrukking van vrouwen door hun mannen en de hoofddoek, dan is die persoon echt dom. Echt waar, dan is die persoon echt dom. Want het verhaal achter de hoofddoek staat geheel los van onderdrukking die plaatsvindt. Ja, ik vind zelf dat mijn gezicht ook bedekt hoort te zijn. En ik voel me daar uiteindelijk toch het beste bij. En dat zei ik al eerder, van we moeten hetgeen doen waar wij een goed gevoel bij hebben. En ik vond het gewoon heel vervelend als er toch veel mannen waren die toch naar mij keken en zo. En toch opmerkingen maakten. En nu, daardoor voel je je verplicht om het toch te zeggen? Nee, niet alleen daarom, maar dat heeft ook invloed gehad natuurlijk, ja. We weten allemaal dat op het moment dat ergens een meningsverschil is... Dat het toegestaan is om het middenweg te kiezen. Ja, en daar heb ik dan toch voor gekozen. Het middenweg, het is voor mij dan de hijab, de hoofddoek. Maar is dat gewoon... Je moet gewoon kijken naar de profeet, sallallahu alaihi wasallam, vrede zijn met hem. En naar
weet je, de moeders van de gelovigen, oftewel yes. zijn vrouwen. En er zijn heel veel overleveringen over dat Aisha, weet je, vrede zijn met haar, en alle andere vrouwen van de profeet, vrede zijn met haar, dat hun het gezicht bedekten. En dat als zij keken, dat ze dan keken met het linkeroog. Dus dat ze alleen het linkeroog onbedekt lieten. Yes. Daar zijn overleveringen over. En daar moet je dus naar kijken. Vervolgens lees je weer dat een vrouw haar aura dient te bedekken. En dan ga je kijken wat aura betekent. En dan is dat, weet je, alles en gezicht, behalve, ja, alles behalve gezicht en handen. Maar bij mijn moeder, ik weet nog wel dat ik met haar in de keuken stond. En ik had, weet je, chimaar, abaya. En dat is wel heel iets voor mijn moeder als ik dit aan heb. Maar daar zei ze niks over, is allemaal oké. En ik mag bij mijn moeder 5 keer per dag bidden, zegt ze allemaal niks over. Maar we stonden daar in de keuken en ik zei tegen mama van, nou mam, eigenlijk mag ik alleen maar halal vlees. Mm-hmm. En op dat moment, ze draaide zich om en ze keek me aan en ze zei, je wordt toch wel een beetje extreem. Dat vond ik zo grappig. Even een dame. Leuk. Viel tegen, school zeurde echt zoveel. Ja, die is moeder zo. Ja, heel erg. Mm-hmm. Ik heb gekeken trouwens. Dat concert van Marco Borsato begint inderdaad morgen. Nou, oh, dan weet je brokken. Fijn. Mm-hmm. Wat een gekke huis. Ja. This beauty that I have is just one simple part of me. This body that I have, no strength. Waar hij over zingt is eigenlijk gewoon de vragen die ons elke dag worden gesteld. Van waarom doe je dat? Je bent vrij. Je bent in Europa, word je niet onderdrukt. Je hebt het sluier niet nodig. Doe hem gewoon af. En hij vertelt eigenlijk het verhaal van een meisje van, ik draag de hoofddoek juist omdat ik vrij ben. En dat zij de westerse maatschappij juist, dat zij het juist ziet alsof de vrouwen hier onderdrukt worden omdat ze hun lichaam moeten showen, omdat ze worden beoordeeld op hun uiterlijk. En bij ons is het juist anders, want er valt niks te zien, dus je moet ons wel beoordelen op ons innerlijk. Maar daar gaat het liedje dus over. They tell her, girl, don't you know this is the last thing, you are free. You don't need to be. Sloom slakkie voor me. Ik zie het alweer. Ik een beetje naar beneden. Toch? Ik alleen is. Toch? Ik zie een groot verschil hoe mensen mij benaderen. Hoe ik vroeger benaderd werd, toen ik zeg maar geen moslima was. Als ik uitging, dan was het altijd alleen maar puur op je uiterlijk. Van, oh ja, het ziet er leuk uit en dan ben je leuk of mooi of dit. Gewoon heel oppervlakkig. Dus zal je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten. Leven is niet makkelijk, er is tegenspoed voor ieder ogenblik. Kleine jongen. Op de dansacademie was het uiterlijk sowieso heel belangrijk, want ja, je moest altijd slank zijn. Nou heb ik die bouw van mezelf, maar hè. En de misverkiezing waar ik aan mee heb gedaan in 2004, dat was natuurlijk alleen maar uiterlijk. Toen daarna modellenwerk moest je ook altijd slank zijn. En goed uitzien, dat soort dingen. Ja, dat was allemaal, had het heel veel met uiterlijk te maken. En de islam is uiterlijk wel belangrijk in de zin van dat je er verzorgd uit moet zien. Maar je uiterlijk, dat bewaar je en dat bescherm je, zeg maar. En dat hou je voor jezelf. Ik zal waarschijnlijk volgende maand beginnen met de cursus Arabisch. Omdat ik dan de Koran in zijn Arabisch zal kunnen lezen over een tijdje. Wat wel de bedoeling is. Want heel veel woorden kun je niet goed vertalen, dat hoor ik heel vaak. Dus om het echt goed te lezen, ik vind het nu al heel mooi, maar de mensen zeggen als je het Arabisch beheerst, dan is het echt prachtig.
Er zijn wel eens meisjes die ik tegenkom van vroeger die zeggen, wat zielig voor je. En dan denk ik van, wat zielig? Niemand vertelt mij dat ik dit moet doen. Hetzelfde met muziek. Er wordt verboden om muziek te luisteren. Ik doe het toch. Dat is mijn keuze. Weet je, als je een jointje nu gaat roken, dan voel je dat gelijk. Ja. Ik heb geen ervaring. Maar weet je, dat weet je gelijk, snap je? Het is direct resultaat. En dat gaat na een tijdje voorbij, want het is tijdelijk. En in de Koran wordt dat ook omschreven als het bedrog van tijdelijk genot. En terwijl ik, als ik kijk naar mijn leven nu, dat heel anders is, omdat ik met zaken meer geduld heb. En ik weet dat er voor mij een grotere beloning wacht. Dat die eeuwig zal duren, maar dat ik daar een beetje geduld voor moet hebben. En een paar nietige zaken voor moet opgeven. Ja, ik mag niet roken, ik moet een baard laten staan. Mensen zeggen maar linken, de islam is 1400 jaar geleden. Maar nee, de islam is toepasbaar hier. De islam hebben we nu juist nodig. Ja. Nu hebben wij die richtlijnen van de islam juist nodig. Want we zien het in praktijk. Als we het in praktijk brengen, dan zijn we welvarend. En zijn we gewoon... Ja, dan zijn we gelukkig met ons leven. Ja, dat zie je sowieso terug. Ook vooral bijvoorbeeld met het handen schudden of wat dan ook. Het gaat niet voornamelijk om het handje schudden alleen. Het gaat gewoon om de contact tussen man en een vrouw zien te vermijden. En als ik kijk bijvoorbeeld waar ik hiervoor heb gewerkt... Dan begrijp ik op een gegeven moment waarom eigenlijk contact tussen een man en een vrouw verboden is. Je ziet mannelijke collega's, vrouwelijke collega's knuffelen. Dan denk ik van, het is niet jouw vrouw, het is maar een collega. Waar ben je mee bezig? Nou, ik denk dat als de echtgenoot van diegene dat zou zien inderdaad. Ja, dat heb ik dus net gehoord van die wetenschappelijk onderzoek. Maar als ik dat soort dingen zie, dan begrijp ik dus waarom... Hoeveel was het nou? 70% of zo vreemd ging op de werkvloer? 62%? Dat soort dingen zie je gewoon om je heen gebeuren. En dan denk ik van, als je die contact zou vermijden... Waar nu een gebrek aan is in deze samenleving, in Europa en Amerika... voel ik dat juist de islam... dat al heeft voorgeschreven. Respect voor de ouders, respect voor de ouderen. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel misdaad gepaard gaat aan huiselijk geweld met drinken, alcohol. Dat is in de islam maar voorgeschreven. Ik denk dat dat ook een factor is die veel westerlingen tot de islam brengt. En dat het Westen daar veel van de oude normen en waarden die ze zelf vroeger ook hadden, kan terugkrijgen. Uit de islam, uit de sunna van de profeet. De mens is niet veranderd in 1400 jaar tijd. Ik heb bij de KPN gewerkt, bijvoorbeeld in een christelijke gemeenschap gestaan in Elburg. Die klaagde van, er staat een Arabier in de winkel. Wat is dit voor onzin? Dat is een zwarte kousengemeenschap. En die konden dat niet hebben. Goedenavond, meneer. Hallo, Omar. Kan ik helpen? Nou, dat is het nieuwe glasvezelsysteem. Wat weet u er al van? Als ik laat zien, ik ben een moslim, door bijvoorbeeld die baard laat staan. En mezelf daar als het ware onderscheid van een grote groep mensen. Ja, natuurlijk krijg je dan gekke reacties. Ik ben ook een fundamentalist, dus het is terecht als ze mij zo zien. En fundamentalist in die zin, ik probeer me te houden aan de fundamenten van de islam. En dat zou elke moslim moeten doen. In principe zou elke moslim een fundamentalist moeten zijn. Want we dienen allemaal terug te keren naar de fundamenten van de islam. Mijn hele manier van denken, mijn hele positie in het leven, mijn hele hebben en houden eigenlijk, probeer ik nu op een islamitische manier te doen. Probeer alles zo goed mogelijk vanuit de islam te implementeren in mijn leven. Toen ik dus op mijn sollicitatiegesprek kwam, zei die man waarmee ik het gesprek al had, die zei, er is hier mogelijkheid om je gebed te doen. En toen ik dat hoorde, mijn oren gingen klapperen. Ik dacht echt gewoon, yes. Daarna heb ik gevraagd, is er ook een mogelijkheid om op vrijdag mijn gebed te doen in de moskee? Want dat zijn moslims verplicht. Hij zegt, jongen, zolang jij je 40 uur maakt, vind ik het prima. En dan zie ik zo'n grote organisatie... met heel veel culturen, met heel veel verschillende mensen uit verschillende landen... verschillende afkomsten, met verschillende manieren van denken. En dan is mijn vraag, waarom kan het bij zulke bedrijven wel en ergens anders niet? Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ben afgestudeerd, ik ben nu echt dokter. En toen merkte ik al van, oké,
mijn hoofddoek solliciteert en niet ik. Er werd gevraagd hoe vaak ik naar de moskee ging, wat ik van Hirsi Ali vond en of ik welke partij ik stemde. Dat met het solliciteren, dat ik heel erg verantwoording moest afleggen voor wat er allemaal gebeurde in de maatschappij. Terwijl ik dacht van oké, ik draag een hoofddoek, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet kan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed, Marijke? Ja, alles goed. Ben ik al gebeld? Nee, ik heb nog geen telefoon. Want ik ben wat later vandaag, maar goed. Nee, er is nog geen telefoon voor. Oké. Het was in een academisch ziekenhuis waar ik had gewerkt. Dan kom je in de overdrachtsruimte binnen. Het was mijn eerste dag. Nou, ik werd aangekeken alsof ik een alien was. En ik schoof dus aan bij de artstafel. Nou, dat is al helemaal van, hoor jij bij ons clubje? En ik heb ook een keer te horen gekregen van een kinderarts die later heel erg vriendelijk wat me was. Van toen ik hoorde dat je aangenomen was, zei ik, GVD, wie heeft jou aangenomen? Want dit kan gewoon niet. Mijn ouders zijn moslim. Mijn vader is best wel progressief. Die had ook zoiets van, nou, wat maakt jezelf niet moeilijk. Je wil dokter worden, straks kom je niet aan een baan. Pas je gewoon maar aan. Ja, dat is een inslaper, geen doorslaper. Ja, dat is waar. Want ik dacht, met de melatonine heeft hij 3 milligram? 1. 1? Oh, dat is zo heel veel. Oké. Nou, schrijf ik even het receptje. Nu waar ik zit, bijvoorbeeld bij de Jutters, ben ik erg tevreden. Omdat ik ook dacht van het eerste sollicitatiegesprek waar men niet over mijn hoofddoek heeft gevraagd. Wat heeft Ayaan Hirsi Ali nou kunnen bereiken? Wat heeft zij nou bereikt? Zij heeft alleen maar mensen tegen zich gekregen en dat is jammer. Het is een vrouw die macht heeft gekregen en die in mijn ogen machtsmisbruik heeft gepleegd. Ze heeft het totaal verkeerd aangepakt. En, wat dan? De onderwerpen die zij aansneed, vrouwenbesnijdenis, vrouwenmishandeling, vrouwenonderdrukking, vrouwenonderdrukking. En alles was in haar ogen vanuit de islam. Maar wat was de grootste fout, wat ik vond, is dat zij haar persoonlijke leven altijd als voorbeeld aandroeg. En je herkent je daar niet in terug? Totaal niet. Ik geloof best dat er vrouwen zijn die onderdrukt worden. Dat is iets wat we niet... Zij had daar een punt kunnen maken, vind ik. Maar dat heeft ze... Waar ik me dan heel erg aan erger is dat het dus dat alles volgens haar vanuit de islam kwam. Precies. Dat klopt gewoon niet. Maar met haar persoonlijke issues. Ja, dat was het. Met haar persoonlijke issues. Het is heel jammer dat ze zegt van, weet je wat, bij mij is het gebeurd. Juist. Dus bij alle moslims is het zo. En dat is verkeerd. En dat is niet zo. Het komt inderdaad nog steeds voor vandaag de dag dat meisjes, jongens worden uitgehuwelijkd. Het komt nog steeds voor dat vrouwen worden mishandeld. Het komt nog steeds voor dat vrouwen worden besneden. Dat zijn inderdaad dingen die keihard moeten aangepakt worden. Ook uitgehuwelijken. Ja, inderdaad. Er zijn ook dingen die keihard moeten aangepakt worden. Want een vrouw dient niet met een persoon te trouwen met wie zij niet wil trouwen. Dit is tegen de wet van de islam. Maar je bent het wel met haar eens. Ik ben het inderdaad met haar eens. Ik ben het eens met het feit dat het gebeurt, maar haar redenering erachter is... Ik ben het helemaal niet mee eens, haar aanpak. Ik voelde me beledigd als zij vrouwen probeerde te vertegenwoordigen. Voelde ik me echt beledigd. Voelde ik me geen vrouw. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Yusra gaat gewoon verder. Ik vind dat Zakaria heel hard werkt. Goed hoor. Mijn ouders vonden het heel lastig. Nog steeds denk ik wel, ja. Hij had nooit verwacht een dochter met een dansante achtergrond, modellenwerk, die ineens overstapt naar de islam. Kan je zo verder, Ryan, met deze. Als je de poppetjes helemaal hebt ingekleurd, kun je deze doen. Ja? Ik denk dat zij het allermoeilijkst vonden, sowieso de hoofddoek. Dat was toch wel een cruciaal punt, omdat dat is heel confronterend. Ja? Het kleur je goed. Netjes. Door. Paraplu, ook verschillende kleurtjes. Dat vind ik leuk. Ik heb gewoon heel goed contact met ze, wat ook heel belangrijk is in de islam. Ja. Er is niks veranderd. Ze zien dat ik nog steeds de Kimberly ben die ik hiervoor was. Ja, het is nog maar net, maar het is een korte ochtend, want we gaan om 11:30 naar huis. Het is inderdaad een vooroordeel om te denken dat een islamitische school per definitie slechte resultaten zou hebben. Dat is gewoon onzin.
Het zijn goede docenten, spreken prima Nederlands. Op onze school is het zelfs verboden om Marokkaans of Turks of wat dan ook te praten. Dat wordt er ook niet gesproken. Ik bel jou zondag, hè? Mijn tweede huis is de trein. Ik reis inderdaad door heel Vlaanderen en Nederland om lezingen te geven. In de Ramadan is het topdrukte. Dan zou ik elke dag 2-3 lezingen kunnen hebben. Maar goed, ik heb ook nog een privéleven. Ik sprak me vaak uit over dingen waar andere predikers zich niet over uitspraken in het Nederlands. Ik besprak ook de jihad. Ik besprak ook conflicten die in de wereld gaande zijn. Dat we onze broeders moeten helpen. Dat we aan hen moeten denken. Dat was voor veel mensen al radicaal. Nou goed, het feit is alleen al dat ik de jongeren daarop wijs. Op bijvoorbeeld de situatie van de moslims in het zuiden van Thailand. Zien zij al als aanzetten tot radicalisme. Hoe heet die mevrouw ook alweer, met die donkere haren, die oudere mevrouw die vaak dingen met Palestijnen doet? Duizenberg. Oh. Duizenberg, mevrouw Duizenberg, ja. He, die komt en die gaat gewoon letterlijk gewoon heel netjes uitleggen hoeveel conventies, ja, Israël aan herlaas heeft gelapt. En dat wordt echt eigenlijk zeg maar zo gedaan van, oké, nou, doe nou niet zo. En ze wordt belachelijk gemaakt. Terwijl ze wil dat het gewoon een realiteit is. Wij staan hier allemaal te kijken hoe Israël keer op keer allerlei conventies aan de laars lapt. En wij doen niks. En ik denk dat het toch heel veel moslimjongeren zo wel wat doet. Dat er zoveel mensen doodgaan en dat, ja, dat het niemand eigenlijk wat kan schelen. In de tijd dat ik moslim ben, ik heb Bosnië voorbij zien komen. Ik heb Algerije zien gebeuren. Ik heb Palestina natuurlijk nog steeds. Kashmir, de Molukken, Tsjetsjenië, 2 keer. Irak, Afghanistan, ik bedoel, Kosovo, noem maar op. Somalië, ik kan nog wel even doorgaan. De gemiddelde Nederlander snapt denk ik niet, de gemiddelde niet-islamitische Nederlander, dat wel een dagelijkse realiteit is van de moslimjongeren. Dat zij op internet wel geïnteresseerd zijn in die conflicten die misschien voor een Nederlander absoluut niet leven. En als je al die plaatjes bij elkaar legt, dat je dan wel dat beeld krijgt. Ja. Bosnië, 9000 moslims zijn dood. Wij houden daar geen minuut stilte voor. Maar voor 11 september wel, dat vind ik hypocriet. Dat is een keer ik stond op Utrecht Centraal, was 1-2 jaar na 11 september toen. Toen vroegen ze om die tijd om 1-2 minuten stil te staan. Een heel centraal station stond stil. Maar ik heb echt expres demonstratief. Ik ben gewoon door die mensen heen gelopen en ik weigerde om stil te staan. Om die reden. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Gunther. Gunther Kinte. When the master gives you something, you take it. He gave it a name. De serie Roots van Alex Haley. Ja, de eerste trigger eigenlijk die mij lanceerde naar een zoektocht over wie zijn wij, wie ben ik, waar zijn we mee bezig. Vooral de onrecht die mensen werd aangedaan, et cetera. Schokte mij zo wakker eigenlijk dat ik me na verloop van tijd zelfs af begon te zetten tegen blanke Europeanen. Terwijl ik zelf natuurlijk een blanke Europeaan was. Ik rolde in de hip-hop met vooral met rappers als Public Enemy die ook over dit soort dingen rapte. Ik was eerst een rapper. Laten we zeggen vanaf mijn 11e. En op mijn 14e ben ik moslim geworden. Dus. Ik studeer nog aan de universiteit Arabisch, taal en cultuur Midden-Oosten. Ja, ik zit in mijn afstudeerfase. Ik doe vertaalwerk. Ik geef nu 10 jaar misschien interviews aan echt allerlei kranten en televisie en noem maar op. En in die 10 jaar tijd is de inhoud van de vragen eigenlijk bijna nooit veranderd. Het gaat altijd wel over aanslagen. Aanslagen, Bin Laden, aanslagen, oorlog, aanslagen. Er zijn hele volkstammen die goed salaris hebben verdiend dankzij aanslagen of dankzij 11 september. Een voorbeeld is Hans Jansen, de Arabist met wie ik bombrieven heb geschreven samen. Of tenminste een correspondentie over en weer dat is gebundeld tot een boek. Eerlijk gezegd, de indruk die ik van hem heb, is dat hij soms wel beter weet
dan dat hij zich voordoet of dat hij zegt of schrijft. Maar dat het wel lekker verkoopt. Ja, is Lina al wakker, Mariam, of niet? Je ziet steeds meer negatieve geluiden over de islam. En op een gegeven moment denk je ook van, jeetje, er is een soort hets of zo over moslims. Weet je, we zijn echt, we worden zo wat, ja, vervolgd. Ja, mama. Mm-hmm. Ik zat in een studentenvereniging en daar zat opeens altijd iemand bij. Een niet, zo zag hij in ieder geval niet Arabisch of Turks-achtig uiterlijk. En die zat iedere keer maar bij. Op een gegeven moment later begreep dus dat hij van de AIVD was of iets. En we werden echt gecontroleerd op dingen. En dan besef je op een gegeven moment van, jeetje, je wordt gewoon als dreiging gezien. Waar veel Nederlanders niet bij stilstaan, is dat de wereld voor mij eigenlijk een stuk kleiner is dan voor de gemiddelde Nederlander. Er is mij gewaarschuwd, de Marokkaanse geheime dienst natuurlijk, omdat ik een Marokkaanse moskee predik. Heeft u in het vizier, ga niet naar Marokko. Je wordt gewoon 9 van de 10 keer word je uit de rij gehaald. En jij wordt eruit gehaald, misschien aan die ene Somaliër en die man die op een Arabier lijkt, die misschien een Spanjaard is. Die worden eruit gehaald, dat is standaard. Als ik reis, niet alleen naar Engeland, maar kom ik toch in aanraking met de geheime dienst van aldaar. Vaak na een fax van de AIVD of zo. Het drijft je wel in een bepaalde hoek, of je nu wil of niet. Je moet een zijde kiezen. Ik ben bijna 12 jaar infanterist geweest, waarvan het grootste deel ongeveer 9 jaar of 8 jaar onderofficier. Op een gegeven moment, op het moment dat ik ging praktiseren, merkte ik dat het legerapparaat toch iets is, het zit in de handen van andere mensen. En ik heb een eed afgelegd om dat te doen wat mij opgedragen wordt. Het voldoen aan die belofte, dat zou voor mij in strijd zijn met mijn religieuze overtuiging. Voorop staat voor mij natuurlijk, zeg maar, gehoorzaamheid tonen aan God. En gehoorzaamheid tonen aan God betekent voor mij dat ik niet, zeg maar, zomaar iemand anders een leven ga nemen, omdat iemand anders dat zegt. Ik moest er op een gegeven moment uitstappen. Ik kon het niet meer rijmen met het echt moslim zijn, zeg maar, en het echt praktiseren van de islam. Ik heb het geluk gehad dat het bij mij en mijn vrouw op dezelfde tempo ging. Maar een andere mensen die dachten van, wat is dit, joh? Er is hier een hele grote verandering aan de gang. Wat wordt dit? Yes! Ik heb een geweldige schoonfamilie. Maar op het moment dat zij een hoofddoek wilden gaan dragen, ja, toen ontstond er wel wat rumoer van waarom, hoezo, ja, maar hè, we leven in Nederland. Dat soort dingen kwamen naar boven. Het klimaat is veranderd, dat ik gewoon de angst meer voel en meer voel van, moet je nou per se dat geloof zo uitdragen, want het roept alleen maar nare reacties op. Doe dat gewoon nou maar niet. Nu ben ik zo bang om te zeggen van, ja, ik bid. Alsof ik een of ander, ja, het is een beetje een vies woord naar mijn idee. Van, oh jee, dat is er zo een, hè. Dat is zo'n fundamentalist die ook nog heel stevig vasthoudt en gewoon op de werk kleedje pakt en gaat bidden. Ik ga niet zeggen van, ja, ik ga nu bidden bijvoorbeeld. Maar dat hou ik voor mezelf. Omdat ik gewoon bang ben voor reacties. Ja, niet dat ik vaak een minirok droeg, maar van een minirok opeens naar een hoofddoekje en dicht gekleed. Ik vond het heel eng. Ik weet nog dat ik 's morgens een vriendin van mij heb opgebeld, die zat bij mijn klas. En ik zei tegen haar van, ja, ik durf het niet meer. Ik wil het niet meer. Toen zei ze, nou, weet je wat, dan kom ik je ophalen en dan hou ik de hele dag je hand vast en het komt helemaal goed. Maar tegen de tijd dat we op school waren, kreeg ik al bijna een hartaanval. Zo zenuwachtig was ik.
Het is de jongeren en de groep. De groep wordt dan gewoon je familie. Ja, maar dan is het wel weer een systeem. Nee, volgens mij is het cognitief. Ja, maar het kan toch ook een koppeling zijn van beide? Ja, dat kan. Want dat uiteindelijk, uiteindelijk valt die groep uiteen en dan ga je weer de samenleving. Ik wil sowieso mijn opleiding afmaken. Dus sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik wil wel heel graag werken. Daarvoor studeer ik. Tenzij ik kinderen krijg. Als ik kinderen krijg, dan wil ik thuis blijven. En voor de rest, ik wil niet in Nederland blijven wonen. Je wordt zo aangekeken op straat, je wordt zo bekritiseerd elke dag. Er worden dingen naar je geroepen, mensen schelden je uit, et cetera, et cetera. Politiek is aan het discussiëren over mag een niqab of een burka wel of niet. Maar ik vind dat die keuze moet zijn bij mij en niet bij de politiek om dat voor mij te beslissen. Ik ben anderhalf jaar geleden getrouwd. Mijn vrouw woonde hier al. Dus ja, logische stap dat ik hier terecht kwam. Mijn vrouw kan niet zomaar mee naar Nederland. Dus daarom reis ik vaak op en neer tussen Nederland en Manchester. En natuurlijk door de tijd heen heb ik hier contacten opgebouwd. En ben ik hier ook half een leventje aan het leiden. Ben ik hier dingen aan het opzetten. Dit zijn dvd's van Sheikh Khaled Yassin. Dat is dus de sheikh met wie ik samenwerk nu hier. Hij doet misschien veel denken aan Malcolm X of zo, die manier van spreken, krachtige manier van spreken. En die worden echt, die gaan echt als warme broodjes over de toonbank. He will not come with his own words. He will not come with his own poetry, with his own ego, with his own ideas, with his own opinions. He will not come like that. But whatsoever he hears from God, that's what he will come with. Hear from God means what? What God reveals to him. Naarmate je meer gaat betrekken met de islam, naarmate je meer daarmee bezig gaat houden, dan merk je wel dat je een bepaalde richting opgeduwd wordt en je krijgt allerlei labels en etiketjes op je geplakt. En dan is het niet zo dat ik mezelf in een slachtofferrol wil plaatsen of wat dan ook, maar het gebeurt. En iedereen gaat daar anders mee om. En de ene staat sterker tegenover, die ene staat daar sterker tegenover, die kan meer hebben dan de ander. Jihadis, zeg maar. Toch? Ja. Toetsenbord jihadisten, die zitten op internet allerlei dingen te plakken en te zeggen. Maar in hoeverre dat echt een stroming is dat je serieus moet nemen. Ik denk dat het meer te vergelijken is met wat je in Amerika had. Mensen zich met de rapcultuur mee gaan doen, als het ware. En het gebruiken als een soort uitlaatklep om alle frustraties daar te uiten. En daarom is het ook belangrijk, want je ziet vandaag de dag heel vaak dat bijvoorbeeld de Asuna moskee en Tauhid moskee in Amsterdam, dat die in een kwaad daglicht worden gesteld. En er wordt gezegd dat zij deze radicalisme steunen of dat zij daar aanleiding voor geven. Terwijl als jij deze twee moskeeën, omdat ik ze als voorbeeld noem, als je ze juist meer inzage zou geven, meer verantwoordelijkheden. Zij zorgen juist voor dat de jongeren dat op een goede en juiste manier ventileren. Die helpen de jongen juist van zulke ideeën af en leren ze om dit soort frustraties op een goede manier te uiten door het debat aan te gaan. Tijd voor wedstrijd. Allahu Akbar. Yeah, I'm Ahmed Kamal. Muslim, yeah, we fell in love the first day. Yeah, actually, not in love, but like... The love. Yeah. Like falling in love. Yeah. It came the first week already, the first day. Yeah. But the love, of course, is still growing every day. Yeah, but it's big. Nu ik ben gek op hem. Ja.
He's quite famous in Holland. I saw some photos of him when he was before on the television and something. So I had some photos of him, so I had a look at him. And as well, he sent me some recent photos for him, and he was looking nice. My character. What about my? And about his character, for sure, on the internet, I won't say, like, I can know his character in one day. It takes years to know each other, but it seems that we match much. Yeah, it's also advice in Islam that, yeah. That you question people around the person. And in Islam, it says that you have to be honest in your answers when they ask you in tijara, so in business or in marriage. If they ask you about a person and you know anything bad about him, you have to tell the people about the bad sides as well. So, I mean, I informed about her. She asked people about me. Mm-hmm. When they see me with my husband, they start telling him, why you suppress her? Why you doing this to her? Let her have freedom or something. They don't understand that it's me who chose it. I don't know why they have the idea that he's forcing me to do it, which is not the case. Yeah, once we were in Holland in the train station, a woman came walking next to me, dressed up very, a businesswoman. And she told me, I think your wife could be so much happier. I said, I think you could be mistaken. De tolerantie die Nederland misschien 10, 15 jaar geleden nog kende, die bestaat hier nog. Mevrouw natuurlijk in haar, met haar niqab, die wordt hier niet nagefloten of uitgescholden, of dat zie jij gewoon. Ja. Natuurlijk door de hele stad moskeeën, halal restaurant, noem maar op. Dus ja, voor veel dingen voel je hier toch net iets fijner. En er zijn ook steeds meer mensen die eigenlijk naar Engeland komen vanuit Nederland. Zelfs veel Marokkanen die nu beginnen te komen hier naartoe. Ik denk dat wanneer de meerderheid van de samenleving ziet dat in dit geval een tweede generatie hier geboren en getogen, hier gestudeerd, hier werkt, de regels kent van het land en zich toch nog vasthoudt aan een bepaalde cultuur, dan noem ik de islam maar even cultuur, toch vasthoudt aan een bepaalde cultuur, dat het toch wel even schrikken is. Denk ik. Ik zie echt dat iedereen hier gelijke kansen heeft. En je moet gewoon die kansen benutten en niet voorbij laten gaan. Je moet je aanpassen aan de maatschappij waarin je bent. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het moment dat je solliciteert ergens. En het is daar toch wel een prioriteit dat je bijvoorbeeld als man zijnde een vrouw groet. Of als vrouw zijnde een man groet. Dan vind ik dat je niet moet treuren als je de baan niet krijgt. Ze heeft wel gelijk hoor. Ik ben een moslim, ik probeer te praktiseren. Ik ben niemand tot last. Ja, ik heb een baard. Nee, je hoeft niet bang te zijn. Maar als dat betekent dat je daardoor mij niet wilt aannemen voor die baan, ga ik verder. Human beings universally almost always agree that it's wrong to murder, it's wrong to steal. Integratie is ook maar een term die een of andere ambtenaar ooit in Den Haag heeft bedacht. Ik denk zelf dat het systeem van verzuiling heel goed werkt. En dat het niet per se wil zeggen dat een samenleving daaraan kapot gaat. Sterker nog, ik denk andere landen waar minder krampachtig hiermee wordt omgegaan, daar is de verzuiling veel sterker.
terwijl toch alle mensen gewoon in harmonie samenleven. Ik functioneer in deze maatschappij zoals ik behoor te functioneren. Ik spreek de taal. Ik doe mijn boodschappen bij de grote supermarkt. Ik betaal de belastingen. Wat is nou integreren? Is integreren dat ik mijn baard moet afdoen? Wat is dan de volgende eis van mensen die roepen, je moet je integreren? Is dat dat ik mijn haar moet blonderen? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Volgende keer in Tegenlicht. Een rondleiding van advocaat Montasser Al-Zayat in de wereld van zijn fundamentalistische clientèle. Hier kwam Hussein Abbas met de bar en de rimaya met de eerste talk. Er was hier een muaddel voor de inkilab, de kiam al-thawra al-islamia. In Tegenlicht, de Egyptische wortels van de radicale islam. VPRO, feest voor de geest. Familie. Ja, maar dan is het wel weer systeem. Nee, volgens mij is het cognitief. Ja, maar het kan toch ook een koppeling zijn van beide? Ja, dat kan. Want dat uiteindelijk, kan, natuurlijk. Uiteindelijk valt die groep uiteen en dan ga je weer de samenleving. Ik wil sowieso mijn opleiding afmaken. Dus sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik wil wel heel graag werken. Daarvoor studeer ik. Tenzij ik kinderen krijg. Als ik kinderen krijg, dan wil ik thuis blijven. En voor de rest, ik wil niet in Nederland blijven wonen. Je wordt zo aangekeken op straat. Je wordt zo bekritiseerd elke dag. Er worden dingen naar je geroepen. Mensen schelden je uit, et cetera, et cetera. Politiek is aan het discussiëren over mag een niqab of een burka wel of niet. Maar ik vind dat die keuze moet zijn bij mij en niet bij de politiek om dat voor mij te beslissen. Ik ben anderhalf jaar geleden getrouwd. Mijn vrouw woonde hier al. Dus logisch is dat ik hier terecht kwam. Mijn vrouw kan niet zomaar mee naar Nederland. Dus daarom reis ik vaak op en neer tussen Nederland en Manchester. En natuurlijk door de tijd heen heb ik hier contacten opgebouwd. En ben ik hier ook half een leventje aan het leiden. Ben ik hier dingen aan het opzetten. Dit zijn dvd's van Sheikh Khaled Yassin. Dat is dus de sheikh met wie ik samenwerk nu hier. Hij doet misschien veel denken aan Malcolm X of zo, die manier van spreken. Krachtige manier van spreken. En die worden echt, die gaan echt als warme broodjes over de toonbank. He will not come with his own words. He will not come with his own poetry, with his own ego, with his own ideas, with his own opinions. He will not come like that. But whatsoever he hears from God, that's what he will come with. Hear from God means what? What God reveals to him. Naarmate je meer gaat betrekken met de islam, naarmate je meer daarmee bezig gaat houden, dan merk je wel dat je een bepaalde richting opgeduwd wordt en je krijgt allerlei labels en etiketjes op je geplakt.
En dan is het niet zo dat ik mezelf in een slachtofferrol wil plaatsen of wat dan ook. Maar het gebeurt. En iedereen gaat er anders mee om. En de ene is daar sterker tegenover. Die ene staat daar sterker tegenover. Die kan meer hebben dan de ander. Jihadis, zeg maar. Toch? Ja. Toetsenbord jihadisten. Die zitten op internet allerlei dingen te plakken en te zeggen. Maar nee, echt gewoon echt inderdaad in dat kennis opdoen gedreven. Het begon, wat net al werd gezegd, bij 11 september. Toen begon ik na te denken, niet zozeer over het geloof, maar meer over politiek, want het was natuurlijk een politieke aangelegenheid. Iedereen denkt nu van, oké, wat zijn deze moslims, wat zijn ze van plan? En ik wist niet wat een moslim was, al was ik een moslim. Dus ik ging er naar op zoek. En het grappige is dat datgene wat mij echt over de scheef heeft laten gaan, was een lezing van broeder Abdul-Jabbar. Die ik aan het luisteren was, terwijl ik op de trein aan het wachten was. Tijdens die lezing ging het dus op een gegeven moment over vergeving. Dat Allah jou alles vergeeft, zolang je oprecht naar hem terugkeert. En het was niet de eerste keer dat ik dat had gehoord, maar zo voelde het wel. En er ging iets door me heen wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ik heb onderweg naar huis die lezing de hele tijd opnieuw geluisterd. En tot op de dag van vandaag heb ik geen enkel gebed bewust overgeslagen. Mensen kennen mij nu van Knevel. Van die, en zelfs dat niet, maar de 10 seconden die ze eruit hebben geknipt in alle journaals daarna. Dat hij vroeg, zou je treuren als de heer Wilders kwam te overlijden? Ik heb daar gewoon gezegd nee. En dat zeg ik nu nog steeds. Ik zou niet treuren, ik zou geen busreis organiseren naar zijn graf voor treurige moslimjongeren. Ik bedoel, dat is gewoon een normaal antwoord. Maar goed, dat werd toen echt uitgelicht. En nog voordat ik thuis was, ik liep naar huis toe en ik zag dat mensen voetbal aan het kijken waren. Ik dacht, gelukkig, niemand gaat het zien. Ja, vervolgens staat het op teletext en komt het op het NOS aan de volgende ochtend. Ja, was het gewoon. Ik bedoel, mijn geloof is nog nooit zo sterk geweest als op dat moment. Toen heel Nederland mij wou lynchen. Gewoon letterlijk, ik heb 200 e-mails gehad van ik snij je vrouw open en dat soort onzin. Maar daarna ook, toen ik weer lezingen gaf, zijn nog nooit zo goed bezocht als hey, dat is die jongen van. Mijn vriendinnen hebben er wel goed op gereageerd. Een van hun is lesbisch. En die was heel erg bang dat ik opeens haar niet meer zou willen of opeens haar niet meer zou mogen. Dus dat kan ik ook wel begrijpen. En die andere die wist vrij weinig af van de islam, dus die had ook zoiets van, wat doe je jezelf aan? Voor de rest, mijn vriendinnen, ik vind het allemaal goed. Als nu iemand tegen mij zou zeggen, ga zonder hoofd op de straat op, dan voel ik me naakt. Echt ja. Gewoon naakt. Alsof je gewoon in je blootje uitstaat. Het is een deel van je identiteit, hè? Ja. De mate van kennis opdoen. Wat ik merk is dat bij de oudere generatie heel veel is voortgekomen uit cultuur. Heel veel mensen zijn dingen gewoon gaan doen uit cultuur omdat ze dat mee hebben gekregen bij hun opvoeding. Oké, je moet bidden en vraag me niet waarom, maar doe het gewoon. Terwijl de wat jongere generatie, die is zeg maar wat meer erin gaan verdiepen. Maar vanuit hunzelf. Ze wisten al, oké, we moeten bidden, maar ze hebben nooit geleerd waarom. Ja. En de meeste jongeren dan, die zeg maar kennis op zijn gaan doen, die zijn op een gegeven moment ook echt elke regel gaan proberen te praktiseren. Het zat er altijd al wel in eigenlijk. Maar het keerpunt is natuurlijk wel, althans natuurlijk, is voor mij als voor heel veel broeders en zusters, denk ik wel, 2001 geweest. Beruchte 9-11. De dagen daarna kreeg ik te maken met heel veel opmerkingen over de islam. Van je collega's, vrienden, van hey, hoe zit het nou met jullie geloof? Dit is jullie geloof? Is dit toegestaan, onschuldige mensen vermoorden, noem maar op? Ik stond met mijn mond vol tanden. Wat moet je nou zeggen? Ik bedoel, het beeld was toen, dit is islam. De mensen die dit hebben veroorzaakt zijn moslims. En aangezien jij ook claimt een moslim te zijn, ben je dus, ja, of hetzelfde of je wordt nog zoals deze mensen. Ja, dat was voor mij wel een trigger om te zeggen, om tegen mezelf te zeggen van, eigenlijk zou je moeten verdiepen in je eigen religie.
mijn broertje inderdaad ook gewoon, de jongste zeg maar, van de drie jongens, die ging een baard laten staan. Nou, oké, prima. Hè? Dat kon ik nog herleiden, want er stond ergens een uitspraak van de profeet. Dus ik denk, nou, oké, klaar. Ik kan daar niet tegenin. En daarna ging die mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder is Nederlands. Een hele lieve vrouw. En hij had een hele goede band met haar, maar hij wilde haar geen hand meer geven. Nou, dat was bij mij niet waar. Toen dacht ik, wat is dit? Het kan toch niet waar zijn? Maar dat heeft mij echt gewoon echt inderdaad in dat kennis opdoen gedreven. Het begon, wat net al werd gezegd, bij 11 september. Toen begon ik na te denken, niet zozeer over het geloof, maar meer over politiek. Want het was natuurlijk een politieke aangelegenheid. Iedereen denkt nu van, oké, wat zijn deze moslims, wat zijn ze van plan? En ik wist niet wat een moslim was, al was ik een moslim. Dus ik ging er naar op zoek. En het grappige is dat datgene wat mij echt over de scheef heeft laten gaan, was een lezing van broeder Abdul-Jabbar. Die ik aan het luisteren was, terwijl ik op de trein aan het wachten was. Tijdens die lezing ging het dus op een gegeven moment over vergeving. Dat Allah jou alles vergeeft, zolang je oprecht naar hem terugkeert. En het was niet de eerste keer dat ik dat had gehoord, maar zo voelde het wel. En er ging iets door me heen. Ik zeg, nee, dat klopt liever niet. Het is voor mij heel prettig, omdat ik daarmee heel duidelijk maak van... Ja. Er zijn bepaalde omgangsvormen tussen man en vrouw. Dat vind ik zelf prettig, want het beschermt mij. Op het moment dat iemand een rechte lijn gaat trekken van onderdrukking van vrouwen door hun mannen en de hoofddoek, dan is die persoon echt dom. Echt waar, dan is die persoon echt dom. Want het verhaal achter de hoofddoek staat geheel los van onderdrukking die plaatsvindt. Ja, ik vind zelf dat mijn gezicht ook bedekt hoort te zijn. En ik voel me daar uiteindelijk toch het beste bij. En dat zei ik al eerder, van we moeten hetgeen doen waar wij een goed gevoel bij hebben. En ik vond het gewoon heel vervelend als er toch veel mannen waren die toch naar mij keken en zo. En toch opmerkingen maakten. En nu, daardoor voel je je verplicht om het toch te zeggen? Nee, niet alleen daarom, maar dat heeft ook invloed gehad natuurlijk, ja. We weten allemaal dat op het moment dat ergens een meningsverschil is, dat het toegestaan is om het middenweg te kiezen. Ja, en daar heb ik dan toch voor gekozen. Het middenweg, het is voor mij dan de hijab, de hoofddoek. Maar is dat gewoon, je moet gewoon kijken naar de profeet, vrede zijn met hem. En naar, weet je, de moeders van de gelovigen, oftewel zijn vrouwen. En er zijn heel veel overleveringen over dat Aisha, weet je, vrede zijn met haar, en alle andere vrouwen van de profeet, vrede zijn met haar, dat hun het gezicht bedekten. En dat als zij keken, dat ze dan keken met het linkeroog. Dus dat ze alleen het linkeroog onbedekt lieten. Daar zijn overleveringen over. En daar moet je dus naar kijken. Vervolgens lees je weer dat een vrouw haar aura dient te bedekken. En dan ga je kijken wat aura betekent. En dan is dat, weet je, en gezicht, alles behalve gezicht en handen. Maar bij mijn moeder, ik weet nog wel dat ik met haar in de keuken stond. En ik had, weet je, chimar, abaya. En dat is wel heel iets voor mijn moeder als ik dit aan heb. Maar daar zei ze niks over, is allemaal oké. En ik mag bij mijn moeder 5 keer per dag bidden, zegt ze allemaal niks over. Maar we stonden daar in de keuken en ik zei tegen mama van, nou mam, eigenlijk mag ik alleen maar halal vlees. Mm. En op dat moment, ze draaide zich om en ze keek me aan en ze zei, je wordt toch wel een beetje extreem. Ik zo grappig. Leuk. Ik viel tegen, school zeurde echt zoveel. Ja, die is moeilijk op school. Ja, heel erg. Mm-hmm. Ik heb gekeken trouwens, dat concert van Marco Borsato begint inderdaad morgen. Ja, dan weet je brokken. Fijn. Mm-hmm. Wat een gekke meisje. Ja. In zijn Arabisch zal kunnen lezen over een tijdje, wat wel de bedoeling is. Want heel veel woorden kun je niet goed vertalen, dat hoor ik heel vaak. Dus om het echt goed te lezen, ik vind het nu al heel mooi, maar de mensen zeggen als je het Arabisch beheerst, dan is het echt prachtig. Er zijn wel eens meisjes die ik tegenkom van vroeger die zeggen, wat zielig voor je. En dan denk ik van, wat zielig, niemand vertelt mij dat ik dit moet doen. Hetzelfde met muziek.
Er wordt verboden om muziek te luisteren. Ik doe het toch. Dat is mijn keuze. Weet je, als je een jointje nu gaat roken, dan voel je dat gelijk. Ja. Ik heb geen ervaring. Maar weet je, dat weet je gelijk, snap je? Het is direct resultaat. En dat gaat na een tijdje voorbij, want het is tijdelijk. En in de Koran wordt dat ook omschreven als het bedrog van tijdelijk genot. En terwijl ik, als ik kijk naar mijn leven nu, dat heel anders is, omdat ik met zaken meer geduld heb. En ik weet dat er voor mij een grotere beloning wacht. Dat die eeuwig zal duren, maar dat ik daar een beetje geduld voor moet hebben. En een paar nietige zaken voor moet opgeven. Ja, ik mag niet roken, ik moet een baard laten staan. Mensen zeggen maar linken, de islam maar 1400 jaar geleden. Maar nee, de islam is toepasbaar hier. De islam hebben we nu juist nodig. Ja. Nu hebben wij die richtlijnen van de islam juist nodig. Want we zien het in praktijk. Als we het in praktijk brengen, dan zijn we welvarend. En zijn we gewoon... Ja, dan zijn we gelukkig met ons leven. Ja, dat zie je sowieso terug. Ook vooral bijvoorbeeld met het handen schudden of wat dan ook. Het gaat niet voornamelijk om het handje schudden alleen. Het gaat gewoon om de contact tussen man en vrouw zien te vermijden. En als ik kijk bijvoorbeeld waar ik hiervoor heb gewerkt... Dan begrijp ik op een gegeven moment waarom eigenlijk contact tussen een man en een vrouw verboden is. Je ziet mannelijke collega's, vrouwelijke collega's knuffelen. Dan denk ik van, het is niet jouw vrouw, het is maar een collega. Waar ben je mee bezig? Nou, ik denk dat als de echtgenoot van diegene dat zou zien inderdaad. Ja, dat heb ik dus net gehoord van die wetenschappelijk onderzoek. Maar als ik dat soort dingen zie, dan begrijp ik dus waarom... Hoeveel was het nou? 70% of zo vreemd ging op de werkvloer? 62%? Dat soort dingen zie je gewoon om je heen gebeuren. En dan denk ik van, als je die contact zou vermijden... Waar nu een gebrek aan is in deze samenleving, in Europa en Amerika... voel ik dat juist de islam... dat al heeft voorgeschreven. Respect voor de ouders, respect voor de ouderen. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel misdaad gepaard gaat aan huiselijk geweld met drinken, alcohol. Dat is in de islam maar voorgeschreven. Ik denk dat dat ook een factor is die veel westerlingen tot de islam brengt. En dat het Westen daar veel van de oude normen en waarden die ze zelf vroeger ook hadden, kan terugkrijgen. Uit de islam, uit de sunna van de profeet. De mens is niet veranderd in 1400 jaar tijd. Ik heb bij de KPN gewerkt, bijvoorbeeld in christelijke gemeenschap gestaan. Ik heb echt expres demonstratief, ik ben gewoon door die mensen heen gelopen en ik weigerde om stil te staan. Om die reden. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Gunther. Gunther Kinte. De serie Roots van Alex Haley. Ja, de eerste trigger eigenlijk die mij lanceerde na een zoektocht over wie zijn wij, wie ben ik, waar zijn we mee bezig. Vooral de onrecht die mensen werd aangedaan, et cetera. Schokte mij zo wakker eigenlijk dat ik me na verloop van tijd zelfs af begon te zetten tegen... blanke Europeanen, terwijl ik zelf natuurlijk een blanke Europeaan was. Ik rolde in de hip-hop met rappers als Public Enemy... die ook over dit soort dingen rapte. Ik was eerst een rapper, laten we zeggen vanaf mijn 11e. En op mijn 14e ben ik moslim geworden dus. Ik studeer nog aan de universiteit Arabisch, taal en cultuur Midden-Oosten. Ja, ik zit in mijn afstudeerfase, ik doe vertaalwerk... Ik geef nu 10 jaar misschien interviews aan echt allerlei kranten en televisie en noem maar op. En in die 10 jaar tijd is de inhoud van de vragen eigenlijk bijna nooit veranderd. Het gaat altijd wel over aanslagen. Aanslagen, Bin Laden, aanslagen, oorlog, aanslagen. Er zijn hele volkstammen die goed salaris hebben verdiend dankzij aanslagen of dankzij 11 september. Een voorbeeld is Hans Jansen... De Arabist met wie ik bombrieven heb geschreven samen. Of tenminste een correspondentie over en weer. Dat is gebundeld tot een boek. Eerlijk gezegd, de indruk die ik van hem heb... is dat hij soms wel beter weet dan dat hij zich voordoet... of dat hij zegt of schrijft. Maar dat het wel lekker verkoopt. Ja, is Lina al wakker, Mariam, of niet? Je ziet steeds meer negatieve geluiden over de islam. En op een gegeven moment denk je ook van... jeetje, er is een soort hets of zo over moslims. Weet je, we zijn echt... we worden zo wat vervolgd. Ja, mama. Mm-hmm. Ja,
zat in een studentenvereniging. En daar zat opeens altijd iemand bij. Een niet, zo zag hij in ieder geval, niet Arabisch of Turks-achtig uiterlijk. En die zat iedere keer maar bij. En op een gegeven moment later begreep dus dat hij van de AIVD was of iets. En we werden echt gecontroleerd op dingen. En dan besef je op een gegeven moment van, jeetje, je wordt gewoon als dreiging gezien. Maar... Yeah, I'm Ahmed Kamal. We fell in love the first day. Yeah, actually, not in love, but like... The love? Yeah. Like falling in love? Yeah. It came the first week already, the first day. Yeah. But the love, of course, is still growing every day. Ja, maar is een pig. Nu, ik ben gek op hem. Ja. Hij is quite famous in Holland. I saw some photos of him when he was before on the television and something. So I had some photos of him, so I had a look at him. And as well, he sent me some recent photos for him and he was looking nice. My character. What about my... And about his character, for sure, on the internet. I won't say, like, I can know his character in one day. It takes years to know each other, but it seems that we match much. Yeah, it's also advice in Islam that, that you question people around the person. And in Islam it says that you have to be honest in your answers when they ask you in tijara, so in business or in marriage. If they ask you about a person and you know anything bad about him, you have to tell the people about the bad sides as well. So, I mean, I informed about her. She asked people about me. Mm-hmm. When they see me with my husband, they start telling him, why you suppress her? Why you doing this to her? Let her have freedom or something. They don't understand that it's me who chose it. I don't know why they have the idea that he's forcing me to do it, which is not the case. Yeah, once we were in Holland in the train station, a woman came walking next to me, dressed up very, a businesswoman. And she told me, I think your wife could be so much happier. I said, I think you could be mistaken. De tolerantie die Nederland misschien 10, 15 jaar geleden nog kende, die bestaat hier nog. Mevrouw natuurlijk in haar, met haar niqab, die wordt hier niet nagefloten of uitgescholden, of dat zie jij gewoon. Ja. Natuurlijk door de hele stad moskeeën, halal restaurants, noem maar op. Dus ja, voor veel dingen voel je hier toch net iets fijner. En er zijn ook steeds meer mensen die eigenlijk naar Engeland komen vanuit Nederland. Zelfs veel Marokkanen die nu beginnen te komen hier naartoe. Dingen. Dus hij is ook zeg maar zo iemand die, hè, net zoals Osama Bin Laden, weet je wel, in die categorie kom je dan te vervallen vanwege dat feit dat je een baard draagt. En als je echt gaat kijken wat de islam is, echt terugkeert naar de bronnen, en als je ziet hoe logisch het is, als je ziet hoe inspirerend het is. Want het heeft alles. Het heeft iets op sociaal niveau, het heeft iets op juridisch niveau, het heeft iets op spiritueel niveau. Islam is op alle fronten vertegenwoordigd. En dat is juist wat het zo perfect en zo puur maakt. Maar daar willen we het niet over hebben. We willen het hebben over handen schudden. Ja. En kijk hoe ze naar vrouwen kijken. Ik denk maar wat je net zegt, zeg maar, er zit een kern van waarheid in. Mensen zien zeg maar, dat ergens in een gat een kind, zeg maar, een meisje van 17 jaar, wordt gewoon zomaar moslim in een dorp waar geen ene moslim ooit geweest is. En die loopt erbij met een hoofddoek. Dat mensen worden daar bang van. Dat je alles wilt doen om Allah te plezieren, om hem te aanbidden. Dat gaat door alles heen. Dat gaat door school heen. Dat gaat door je toekomst heen. Dat gaat bij alles wat je doet. Wat hij heeft gezegd in zijn boek. Het heeft mij gebracht waar draait het nou om? Waar draait het leven nou om? Daar heb ik het antwoord op. Ik heb de sleutel tot het paradijs. En dat is dus alles voor mij. Meer hoef ik niet. Paradijs is genoeg. Ik wil hem niet overdoen. Ik wil hem niet overdoen.
ging in één keer heel snel, zeg maar. En ik wou alles in één keer doen. En dan kwam ik ook wel eens bij mijn moeder. En dan vergat ik soms dat zij... ze is geen moslim, dus ik kan veel dingen niet van haar verwachten. En dat was wel eens dan met muziek en zo, dat ik even... Maar uiteindelijk dacht ik bij mezelf, ja, dit is haar huis en het is mijn moeder. En zij is zo. Ik heb best wel een heftig verleden gehad. Wat mij een heel fijn gevoel geeft, is dat ik nu zeg maar een doel in mijn leven heb. Zo zie ik het. Voorheen leefde ik gewoon en ik wist niet wat eigenlijk mijn doel was hier zo op deze wereld. Mijn vader was eigenlijk niet gelovig ook. Van huis uit was hij wel katholiek, zeg maar daar deed hij nooit wat mee. Ik zelf, ja, vanaf jongs af aan eigenlijk geloofde ik wel in een god, zeg maar. Ik was er heel veel mee bezig. En het is meer een gevoel die ik had. Ik kan niet echt zeggen van het is echt dit of dit of dit geweest. Maar het is het gehele plaatje, zeg maar. Oh, dit is mijn telefoon. Mag ik hem even oppakken? Door bijvoorbeeld die baard laten staan. En mezelf daar als het ware onderscheid van een grote groep mensen. Ja, natuurlijk krijg je dan gekke reacties. Ik ben ook een fundamentalist, dus het is terecht als ze mij zo zien. En fundamentalist in die zin, ik probeer me te houden aan de fundamenten van de islam. En dat zou elke moslim moeten doen. In principe zou elke moslim een fundamentalist moeten zijn. Want we dienen allemaal terug te keren naar de fundamenten van de islam. Mijn hele manier van denken, mijn hele positie in het leven, mijn hele... hebben en houden eigenlijk, probeer ik nu op een islamitische manier te doen. Probeer alles zo goed mogelijk vanuit de islam te implementeren in mijn leven. Toen ik dus op mijn sollicitatiegesprek kwam, zei die man waarmee ik het gesprek al had, die zei, er is hier mogelijkheid om je gebed te doen. En toen ik dat hoorde, mijn oren gingen klapperen. Ik dacht echt gewoon, yes. Daarna heb ik gevraagd, is er ook een mogelijkheid om op vrijdag mijn gebed te doen in de moskee? Want dat zijn moslims verplicht. Hij zegt, jongen, zolang jij je 40 uur maakt, vind ik het prima. En dan zie ik zo'n grote organisatie met heel veel culturen, met heel veel verschillende mensen uit verschillende landen, verschillende afkomsten, met verschillende manieren van denken. En dan is mijn vraag, waarom kan het bij zulke bedrijven wel en ergens anders niet? Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ben afgestudeerd, ik ben nu echt dokter. En toen merkte ik al van, oké, mijn hoofddoek solliciteert en niet ik. Er werd gevraagd hoe vaak ik naar de moskee ging, wat ik van Hirsi Ali vond en welke partij ik stemde. Dat met het solliciteren, dat ik heel erg verantwoording moest afleggen voor wat er allemaal gebeurde in de maatschappij. Terwijl ik dacht van, oké, ik draag een hoofddoek, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet kan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed, Marijke? Ja, alles goed. Ben ik al gebeld? Nee, ik heb nog geen telefoon. Want ik ben wat later vandaag, maar goed. Nee, er is nog geen telefoon voor. Oké. Het was in een academisch ziekenhuis waar ik had gewerkt. Dan kom je in de overdrachtsruimte binnen. Het was mijn eerste dag. Nou, ik werd aangekeken alsof ik een alien was. En ik schoof dus aan bij de artstafel. Nou, dat is al helemaal hoor jij bij ons clubje? En ik heb ook een keer te horen gekregen van een kinderarts die later heel erg vriendelijk wat me was. Van toen ik hoorde dat je aangenomen was, zei ik, geef idee. Mijn hele manier van denken, mijn hele positie in het leven, mijn hele... hebben en houden eigenlijk, probeer ik nu op een islamitische manier te doen. Probeer alles zo goed mogelijk vanuit de islam te implementeren in mijn leven. Toen ik dus op mijn sollicitatiegesprek kwam, zei die man waarmee ik het gesprek al had, die zei, er is hier mogelijkheid om je gebed te doen. En toen ik dat hoorde, mijn oren gingen klapperen. Ik dacht echt gewoon, yes. Daarna heb ik gevraagd, is er ook een mogelijkheid om op vrijdag mijn gebed te doen in de moskee? Want dat zijn moslims verplicht. Hij zegt, jongen, zolang jij je 40 uur maakt,
vind ik het prima. En dan zie ik zo'n grote organisatie met heel veel culturen, met heel veel verschillende mensen uit verschillende landen, verschillende afkomsten, met verschillende manieren van denken. En dan is mijn vraag, waarom kan het bij zulke bedrijven wel en ergens anders niet? Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ben afgestudeerd, ik ben nu echt dokter. En toen merkte ik al van, oké, mijn hoofddoek solliciteert en niet ik. Er werd gevraagd hoe vaak ik naar de moskee ging, wat ik van Hirsi Ali vond en of ik welke partij ik stemde. Dat met het solliciteren, dat ik heel erg verantwoording moest afleggen voor wat er allemaal gebeurde in de maatschappij. Terwijl ik dacht van, oké, ik draag een hoofddoek, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet kan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed, Marijke? Ja, alles goed. Ben ik al gebeld? Nee, ik heb nog geen telefoon. Want ik ben wat later vandaag, maar goed. Nee, er is nog geen telefoon voor. Oké. Het was in een academisch ziekenhuis waar ik had gewerkt. Dan kom je in de overdrachtsruimte binnen. Het was mijn eerste dag. Nou, ik werd aangekeken alsof ik een alien was. En ik schoof dus aan bij de artstafel. Nou, dat is al helemaal van, hoor jij bij ons clubje? En ik heb ook een keer te horen gekregen van een kinderarts die later heel erg vriendelijk wat me was. Van toen ik hoorde dat je aangenomen was, zei ik, GVD, wie heeft jou aangenomen? Want dit kan gewoon niet. Mijn ouders zijn moslim. Mijn vader is best wel progressief. Die had ook zoiets van, nou, wat maakt jezelf niet moeilijk. Je wil dokter worden, straks kom je niet aan een baan. Pas je gewoon maar aan. Ja, dat is een inslaper, geen doorslaper. Ja, dat is waar. Want ik dacht, met de melatonine heeft hij 3 milligram? 1. 1? Oh, dat is wel heel veel. Ik zou geen busreis organiseren naar zijn graf voor treurige moslimjongeren. Ik bedoel, dat is gewoon een normaal antwoord. Maar goed, dat werd toen echt uitgelicht. En nog voordat ik thuis was, ik liep naar huis toe en ik zag dat mensen voetbal aan het kijken waren. Ik dacht, gelukkig, niemand gaat het zien. Ja, vervolgens staat het op teletext en komt het op het NOS en de volgende ochtend. Ja, was het gewoon... Ik bedoel, mijn geloof is nog nooit zo sterk geweest als op dat moment. Toen heel Nederland mij wou lynchen. Gewoon letterlijk, ik heb 200 e-mails gehad van... Ik snij je vrouw open en dat soort onzin. Maar daarna ook, toen ik weer lezingen gaf, zijn nog nooit zo goed bezocht als... Hé, dat is die jongen van. Mijn vriendinnen hebben er wel goed op gereageerd. Een van hun is lesbisch. En die was heel erg bang dat ik opeens haar niet meer zou willen of opeens haar niet meer zou mogen. Dus dat kan ik ook wel begrijpen. En die andere die wist vrij weinig af van de islam. Dus die had ook zoiets van, wat doe je jezelf aan? Voor de rest, mijn vriendinnen, ik vind het allemaal goed. Als nu iemand tegen mij zou zeggen, ga zonder hoofddoek de straat op, dan voel ik me naakt. Echt gewoon naakt. Alsof je gewoon in je blootje uitstaat. Het is een deel van je identiteit, hè? Ja, het hoort erbij. Je kan niet meer zonder. Ik zou inderdaad niet meer kunnen denken dat ik zonder hoofddoek... Het voelt heel veilig. Ik vind het heerlijk, want bij mij werd ook heel snel gezegd van... toen ik een hoofddoek... Oh, ik kan je zeker niet uitvragen, hè? Ik zeg, ja, liever niet, inderdaad. Of als een verjaardag en mag ik jou dan zoenen? Of veel zand. Ik zeg, nee, dat klopt liever niet. Het is voor mij heel prettig, omdat ik daarmee heel duidelijk maak van... Ja. Er zijn bepaalde omgangsvormen tussen man en vrouw. Dat vind ik zelf prettig, want het beschermt mij. Op het moment dat iemand een rechte lijn gaat trekken van onderdrukking van vrouwen door hun mannen en de hoofddoek, dan is die persoon echt dom. Echt waar, dan is die persoon echt dom. Want het verhaal achter de hoofddoek staat geheel los van onderdrukking die plaatsvindt. Ja, ik vind zelf dat mijn gezicht ook bedekt hoort te zijn. En ik voel me daar uiteindelijk toch het beste bij. En dat zei ik al eerder, van we moeten hetgeen doen waar wij een goed gevoel bij hebben. En ik vond het gewoon heel vervelend als er toch veel mannen waren die toch naar mij keken en zo. En toch opmerkingen maakten. En nu, daardoor voel je je verplicht om het toch te doen. Nee, niet alleen daarom, maar dat heeft ook
invloed gehad natuurlijk, ja. We weten allemaal dat op het moment dat ergens een meningsverschil is... dat het toegestaan is om het middenweg te kiezen. Ja, en daar heb ik dan toch voor gekozen. Het middenweg, het is voor mij dan de hijab, de hoofddoek. Maar is dat gewoon... Je moet gewoon kijken naar de profeet, sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem. En naar, weet je, de moeders van de gelovigen, oftewel zijn vrouwen. En er zijn heel veel overleveringen over dat Aisha, weet je, vrede zij met haar... en alle andere vrouwen van de profeet, vrede zij met haar. Zullen we de dialoog aan moeten gaan? Maar waarover precies? En met wie? Tegenlicht over het heilige vuur, de waarheid en de weg. Deze week op zoek naar de zuivere islam in Nederland. Een groeiende groep jonge moslims in Nederland wil leven volgens de ware islam. Ze worden daarom fundamentalisten genoemd. Iedereen heeft er wel een mening over. Maar wie zijn ze eigenlijk? Hoe beleiden ze hun geloof en wat betekent dat voor hun dagelijks leven? Tegenlicht vroeg het voor de verandering aan de fundamentalisten zelf. Islam is een manier van leven. Ja. Het is niet iets wat je zeg maar doet even 5 minuten per dag en dan ben je er klaar mee. Ja. De islam is eigenlijk wat je de hele dag continu bezighoudt. Ja. Dus ook in de zin van als je bijvoorbeeld muziek aan het luisteren bent, dan weet je eigenlijk dat je iets aan het doen bent wat niet mag. En dat is met heel veel dingen zo. Op een gegeven moment laat je muziek staan. Je gaat op een gegeven moment helemaal veranderen inderdaad. Je gaat op een gegeven moment continu bezig zijn met de relatie tussen jou en je Heer. En op een gegeven moment ga je daarvoor bepaalde dingen opofferen, zoals muziek die je niet meer gaat luisteren. Een baard die je gaat laten staan, waardoor je dus niet meer voldoet aan het ideaalbeeld. Normaal gesproken, voordat ik een baard liet groeien, maar ik was wel met de islam bezig, toen namen ze je niet serieus. En nu nemen ze gewoon veel serieuzer. Want ze zien ook dat jij dingen serieus neemt. Want je offert natuurlijk iets op. Dus ze denken van, oké, als hij zo ver kan gaan voor die baard... kan hij inderdaad ook heel ver gaan in zijn gedachten met al die andere dingen. Dus hij is ook, zeg maar, zo iemand die... Hè, net zoals Osama Bin Laden, weet je wel. In die categorie kom je dan te vervallen vanwege dat feit dat je een baard draagt. En als je echt gaat kijken wat de islam is, echt terugkeert naar de bronnen... en als je ziet hoe logisch het is. Ja. Als je ziet hoe inspirerend het is... Ja, want het heeft alles. Het heeft iets op sociaal niveau, het heeft iets op juridisch niveau, het heeft iets op spiritueel niveau. Islam is op alle fronten vertegenwoordigd. En dat is juist wat het zo perfect en zo puur maakt. Maar daar willen we het niet over hebben. We willen het hebben over handen schudden. Ja. En kijk hoe ze naar vrouwen kijken. Ik denk wat je net zegt, zeg maar, er zit een kern van waarheid in. Mensen zien zeg maar, dat ergens in een gat een kind, zeg maar, een meisje van 17 jaar, wordt gewoon zomaar moslim in een dorp waar geen ene moslim ooit geweest is. En die loopt erbij met een hoofddoek. Dat mensen worden daar bang van. Dat je alles wilt doen om Allah te plezieren, om hem te aanbidden. Dat gaat door alles heen. Dat gaat door school.